Dommere penalties dan deze krijg je niet. Tijdens een wedstrijd in de Saoedische competitie tussen Al-Hassam en Al-Fateh had doelman Jacob Rinne de bal stevig vast. Maar toen verdediger Fahad Al-Harbi een high five probeerde te geven aan zijn keeper, sloeg hij per ongeluk de bal uit zijn handen. Dit leidde ertoe dat de scheidsrechter een penalty gaf. Is dit een van de domste penalties in de voetbalgeschiedenis?